Johan Derksen heeft gisteren in de eerste aflevering van Vandaag een site sinds de Kaarsexit geroepen dat de publieke omroep hem heeft benaderd. Na afloop van de uitzending beaamde René van der Gijp tegen zowel De Telegraaf als RTL Boulevard dat BNNVARA hen zou hebben gepolst. Wat de aanbieding was? De plek van Khalid Sophie. Wat een onzin, reageert een woordvoerder van BNNVARA. We zetten stevig in op Khalid Sophie, ook voor dit najaar. De talkshow is voor ons een belangrijke titel waar we veel vertrouwen in hebben en zijn tevreden over hoe het programma zich ontwikkelt. Daarbij past VI niet bij ons als omroep. Al met al lijkt het er dus op dat de VI-mannen nepnieuws hebben verspreid om wat media ophef te creëren. Wel is het zo dat Omroep Pauw net interesse heeft getoond in de heren, maar zij gaan niet over het tijdslot van Khalid Sophie. Hoe zit dit nou precies? Omroepbaas Dominique Weesie zegt tegen RTL Boulevard, ik zag het nieuws over Khalid Sophie overal, ik moest heel erg lachen. We hebben gesprekken gehad met Derksen en Gené, nog niet over welke programma's dat zou gaan. Dominique heeft overleg gevoerd met de NPO. Ik ben wel met hen gaan praten, daarvan heb ik eerst de NPO op de hoogte gesteld, om te vragen of het überhaupt zin had. Ik had groen licht om te gaan praten. Mijn aanbod blijft staan. Als NPO had gezegd, we willen dit soort types niet in huis, dan had ik die gesprekken niet gevoerd. Wat heeft de NPO hierover te zeggen? Als NPO hebben wij in gesprekken met Pound vervolgens benadrukt dat als het al tot een verder gesprek zou komen met Derksen CS dat de heren zich dan wel moeten realiseren dat de publieke omroep een andere omgeving is dan de commerciële omroep. Bij de publieke omroep worden programma's gemaakt volgens bepaalde publieke waarden en daar zou een eventuele voortzetting van het programma bij Pound ook aan moeten voldoen. De omroep liet weten het hiermee eens te zijn. Het is vervolgens niet meer aan de orde geweest. Tim den Beste kon al niet geloven dat BNNVARA echt interesse had in het VI-trio. Als dit klopt is BNNVARA een beetje gek geworden, zegt hij op Instagram.